Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Mijn eigen zoon kwam van de week naar me toe en die vroeg zich af hoe hij het beste winst kon nemen. Nou, dat is altijd leuk om het daarover te hebben. Hij had namelijk wat aandelen, onder andere in goud gekocht en stond op een enorme winst. En dan was het tijd van, ja, zal ik dan alles verkopen? Wat zal ik doen? En ik vroeg hem op hoeveel winst hij stond. Nou, het was meer dan 100% winst op een bepaald aandeel. En ja, dan is het voor mij heel simpel. Verkoop de helft. Verkoop dus eigenlijk zoveel dat je investering terug hebt. Dan heb je de rest van die aandelenpositie heb je gratis. En dan kan je dan geduld mee hebben. Kijk, je kan de volledige winst nemen, is niks mis mee. Prima om dat een keer te doen. Maar ja, dan blijf je misschien toch het idee houden van als ik maar was blijven zitten, want het is verder omhoog gegaan. Nou, als je nu je eigen investering terugneemt, dan is eigenlijk het risico weg en dan kan je wel wachten. En als hij dan nog een keer 100% stijgt, verkoop je weer de helft. Ja, het gebeurt niet zo heel vaak dat dat gebeurt. Ik heb dat één keer echt helemaal uit kunnen spelen tot 1200% winst. Dus ik bleef maar verkopen. Dus het was een keertje mazzel. Maar ja, in een carrière van meer dan 30 jaar is dat natuurlijk een enorme uitzondering. Maar het gebeurt wel eens. Maar ja, die 100% winst nemen, ja, dat gebeurt me een paar keer per jaar op een aandelenpositie. En dus dan pak ik zelf vaak de eigen investering terug, de rest laat ik lopen. Ja, soms gaat dat mis, soms gaat dat goed, je weet het niet, dat zie je dan. Kijk, als ik het er niet meer zie zitten in een bepaalde trend, dan verkoop ik alles. Laat het duidelijk zijn. Ik ga niet iets aanhouden omdat het gratis is. Maar op het moment dat ik denk, van ja, die trend zou kunnen doorgaan, maar ik wil toch even wat zekerheid. Ja, dan verkoop ik gewoon een stukje dat ik mijn eigen investering minstens terug heb. Of eventueel weer een keertje, gewoon halveer. Kijk, ik heb nu toevallig een positie die eigenlijk iets te groot aan het worden is ten opzichte van de rest van de portefeuille. Nou, wat ik dan ook wel doe, is gewoon zodanig veel verkopen dat die binnen de portefeuille weer een beetje in lijn is met die andere posities. Nou, dan heb ik weer geld om in een nieuwe trend in te zetten. Het is mijn idee. Het is niet zo dat het is dat de beste methode is of de enig juiste. Maar het is mijn idee om bij een trend die nog loopt, toch af en toe wat van tafel af te halen. Dus je pakt toch die winst af en toe. Zonder dat ik helemaal uitstap. Want dat vind ik dan ook zonde. Dan sta je er helemaal naast. Doe ermee wat je wil. Ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Tot de volgende keer.